Guilmar Pisas, minister-president van Curaçao, is op bezoek in Suriname. In navolging van hun ontmoeting eerder dit jaar tijdens de VN-vergadering in New York, is de premier op donderdag 24 november 2022 op het kabinet ontvangen door president Chandrika Persat Santokhi. Het Surinaamse staatshoofd memoreerde het eerdere onderhoud dat ook van belang is geweest voor het intensiveren van de relatie. Premier Pisas is er ook in verband met de Srividentie-viering op 25 november. Ten eerste moet ik zeggen dat wij elkaar, ik en de president, elkaar hebben ontmoet in New York. We hebben hele vele gesprekspunten kunnen vaststellen en ik heb hem beloofd dat ik hier zou komen. Toch verder te praten over die punten. Ik kom op die punten terug. Het belangrijke is dat ik toch wel op de dag van onafhankelijkheid van Suriname ben gekomen. Want ik wil het toch wel samen met jullie willen vieren en verder kunnen we praten. We hebben over heel veel punten gesproken. Een van die punten is eigenlijk, het gaat over CARICOM. Dat weet toch wel als de drie landen, dus Aruba, Sint Maarten en Curaçao, zeer geïnteresseerd zijn om toch wel associate member te worden van CARICOM. Dat is één. We hebben ook gesproken over die samenwerking op vele gebieden. Zowel als minister van Onderwijs is ook hier. Op onderwijs, op het gebied van economie en vele andere punten. Dat wij toch wel denken dat wij het verder kunnen uitwerken. Dus we hebben besproken dat wij toch nu aan Suriname een aanzet doen op het gebied van samenwerken. En daar zullen we toch wel ons gedeelte bij schrijven, zodat we toch wel verder kunnen werken. Want Suriname, als u weet, hebben jullie nu olie en gas. We hebben daar de capaciteit om het te bewaren, op te bewerken. We hebben op het gebied van food security willen we toch wel hectares terreinen te ons beschikken willen hebben om deze toch wel te kunnen planten voor onze bevolking. Want als je het toch wel verder krijgt, hebben we een hele grote probleem met de inflatie. De hele wereld, we hebben problemen vanwege de geweld die nu plaatsvindt, deze oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Je weet niet verder hoe het gaat, je moet je toch wel daarvoor voorbereiden. En daardoor zijn we in gesprek gegaan. Het is een heel groot goed gesprek. Op het gebied van de private sector zijn er hele vele bedrijven hier naartoe gekomen. Vandaag is het ook hetzelfde. Dus we onderhouden met elkaar gesprekken om toch wel naar de toekomst te kijken. Nee, de president voelt zich vereerd in de zin van dat wij toch wel, toen wij gesproken hadden en nu gaan we vervolgen van het gesprek. Dus hij heeft zowel als minister van Buitenlandse Zaken en zijn team toch wel opdracht gegeven om alles te bewerkstelligen. Dat wij zowel op niveau van bestuurders en zowel op niveau van bedrijven met elkaar kunnen samenwerken om tot het beste te komen. Dus hij was heel, heel blij met ons bezoek en we zullen verder blijven praten om te kijken hoe wij toch wel onze problemen samen kunnen oplossen.